campagne af? Het uh, hebben van een bankpas, het zelf bepalen waar je geld naartoe gaat, dat klinkt vanzelfsprekend, al is het dat voor veel vrouwen in ons land nog steeds niet. Stichting Fan for Freedom heeft extra oog voor vrouwen die leven onder dwang, veelal vrouwen met een biculturele achtergrond. Daar speelt ook de financiële afhankelijkheid een grote rol. Daar uh, extra aandacht voor vandaag, want er valt nog een wereld te winnen. Daarom start vandaag een nieuwe campagne. Vandaag presenteert Van Voor Freedom de campagne Financiële Zelfverdediging... aan minister Karin van Gennep en zij gaat het ook lanceren. Hiermee laat zij ook zien dat um, ja, dit een zeer urgent probleem is... en ook dat ze vrouwen oproept om uh, ja, naar onze websites te gaan... van wat kan je nou doen op het moment dat je geen eigen bankrekening hebt... dat je geen eigen bankpas hebt. Um, hè, uh, wat kan je doen als je onder druk wordt gezet om geld af te staan aan uh, hè, je familie. Maar uh, wij geven ook tips van ja, uh, wat moet je doen... Als je toch wilt sparen en dat niet mag of kan, nou, uh, hoe kan je stiekem sparen? En ja, wat zijn je financiële rechten in Nederland? Het is heel erg belangrijk dat vrouwen weten wat hun financiële rechten zijn. Nou, is dit nou iets wat bij het kabinet ook uh, op de agenda staat? Ja, kennelijk, hè? want de minister gaat dit ondersteunen. Uh, het eerste waar ik aan denk is: maak dan de kosten van een bankrekening voor deze mensen goedkoper, want de kost toch, ik geloof wel. Iets van 5 euro per maand of zo. En dat is voor mensen om wie het gaat, denk ik, toch wel een handicap. Ja, stiekem sparen. Blokkade, ja. En stiekem sparen. Ja, daar moet ik over nadenken. Ja, maar je zegt dus eigenlijk in plaats van een campagne. Of naast die campagne zou je dus ook uh, politiek iets kunnen doen. Dat hoop ik wel, ja. ja. Uh, dan. Uh,